Daar zijn we weer. We gaan er tegenaan. Lekkere workout met de planning vandaag. We gaan nu ook weer, net zoals de vorige video, even opwarmen in 2 minuten rondjes. We gaan daar 2 minuten lekker op de zak werken. En 2 minuten lekker krachtoefeningetjes. En dadelijk gaan we ook nog op reactie werken. Yes, handschoenen aan. Goede zin aan. Pap, pap. Gaan we beginnen. Yes, ronde 1. Lekker mooi de kleine. Knieën net boven de mat. Zodat je net niet over de mat gaat. Lekker mooi de kleine. Halve minuut. Yes, planken. Dan pakken we dadelijk ronde 2. De bedoeling is dadelijk nog niet op power werken, maar lekker flowen. Pap, 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 pap. Gewoon continu iets aan acties maken. No power. Dus allemaal nog opwarmen. Allemaal nog lekker erin komen. Yes. Nog 25 seconden op de klok. Lekker. Non-stop. Lekker. Combis flowen. Pap, pap. Niet te lang kijken. Tik, 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 tik. Continu die handjes lekker in beweging houden. Lekker aan de gang houden. Quick. 2. Yes. Even nog 2 minuutjes. Hmm.
Gaat hij weer. Lekker mountain climbs. Alfredje. Over 20 seconden, dan gaan we lekker planken. Yes, daar gaat ie, lekker planken. Yes, de volgende ronde gaan we ook lekker doortikken. En dan gaan we accentjes leggen. Dus blijf het erop planken allemaal. Dus ik ben aan het tikken. Bam! En weer lekker door. Bam! Ja? Speel. Twintig seconden. Dus pak een combi hard, tik, lekker spelen, lekker inleiden, babam, en we spelen, en we inleiden. Dit is een ronde, dan kun je lekker moe van worden. Ja? Oké, kom op. Buikspieren. En weer op het andere, in mijn geval linkse been, rechtse elleboog. Ik ga hem tikken, boef. Ik ga lekker indraaien, hop. Dus ik kom recht omhoog, dan rij je. Dus dan rij je in, dan rij je terug, boef.
Half minuut. Oké, andere kant. Dus ik leg andere been erop, andere elleboog. Op, draai, terug. We gaan dadelijk even in 2 minuten lekker een actief herstel rondje pakken op de zak. Dus lekker tikken, lekker werken, non-stop bewegen. Maar wel eigenlijk erop herstellen. Oké. 2 minuten. Met tweeën, met de andere weer werken. Ja, jij gaat lekker actief, lekker los. Ingewerkt, sorry. Oh, lekker een beetje speelstootjes. Hè? Je hebt een spiegel. Hey, ik sta dwars, zodat ik een beetje kan zien. Pop, als ik voor mij rechts doe, dan kun je mijn hele rug zien. Boom. Als ik links stoot, boom, probeer ik die hele gorilla jullie kant op te zien in de raam. Dus ik ben in de raam op mijn eigen hoofd uitgestoten. Om precies te zijn, op mijn eigen kin. Moeilijk te vinden bij mij, maar ik gok erop.
Ja? Voor jullie, jullie kunnen gewoon lekker in de spiegel gewoon je plekje zoeken. Oké, we hebben nog 15 seconden op de klok. Oké. Link wat. Ik ga de tablet dichterbij zetten. Want we gaan dadelijk, zo, ik kom heel dichtbij. We gaan dadelijk op piepjes werken. Ik wil lekker gaan boksen. Plop, plop, plop. Gewoon uit piep, bam. Trap ik zo hard als ik kan tegen de zak. De eerste keer trap ik met mijn harde been. In mijn geval is dat met links. In de meeste gevallen is dat met rechts. Dus met sterke been trap je de eerste piep. Woep, woep, ben bezig. Bam, zo hard als je kan. Ja, dan ga je gewoon lekker doorboksen. Je gaat niet andersom staan. Dus blijf met je minder sterke been voor. Komt die piep, hop, boef. Trap voorste been, knie voorste been, afvallen voorste been. Je werkt met je voorste been. Ja, zelfs een achtste been, hè. Je mag knieën trappen, duwtrappen, achterwaarts. Moet niet, op het moment dat je piep hoort, boef, moet je er meteen in zitten. Dus op het moment dat het duidelijk is dat je je tegenstander kan raken, dan leg ik jouw piepje. En dan ga je zo hard als kan, boef, tasje openen. Nou, we hebben nog een halve minuut. Zo. En als het goed is, ja, je staat open, gaan we dadelijk de piepjes testen. Pa. Yes, we hebben nog 20 seconden. Yes. Alles en boksen. Moment die piep gaat, trap ik niet in mijn rug. Afmaken. Boksen echt soepel. Explosief is een actief herstel.
Explosief, hè? Bal opstoten. We gaan het zelf doen. Lekker boksen. Zodra het piepje gaat, bam, hard trappen. Precies hetzelfde als net. Yes? Here we go. Exclusieve buik. Ook dit hetzelfde. Actief herstellen. We gaan dadelijk hetzelfde doen. Maar na de trap komt er altijd een hoek en een low kick achteraan. Je mag zelf bepalen welke hoek en low kick er achteraan komt. De trap is steeds alternerend, hè. De eerste piep trap ik links,
De tweede piek trap ik rechts. Maar wat ik daarna doe, welke hoek en welke loop ik geef, mag ik zelf bepalen. Dus bijvoorbeeld, de piek gaat, boom, hoek, loop. Ik pak dezelfde. Ja? Maar die andere, kan ik ook zeggen, boom, boom, boom. Mag ook wisselen. Keuze zijn je zelf. Ja? Voilà. We pakken dadelijk exact dezelfde ronde met die hoekloop er achteraan. Oké, exact dezelfde ronde. Thank you.
Eerst bij de explosieve buik. Nou, als het goed is, dat het ene rondje te gaan dadelijk. En dan ga je op het eerste piepje alleen maar boksen. Op het tweede piepje ga je alleen maar trappen. Dus het eerste piepje lekker blijven stoten. Het tweede piepje alleen maar trappen. Ja, het wordt een explosieve ronde. Eerst diepje boksen, tweede diepje trappen. Oké. Lekker uitlopen. Ja. Stel je wel eens twee in bezig. Ga de handen dus lekker door op dat piepje.
Lekker los. Hou het los. Lekker mensen. Oké, we hebben weer even rust. Dan gaan we nog één volle bak rondje doen. En dan nog één rondje krachttraining. We hebben even rust. Wel, om precies te zijn, 1 minuut 37. Oké, je gaat eigenlijk lekker flowen. Het is je laatste 2 minuten rondje. Het enige wat je doet is op de piep. Die hebben we al eens gedaan met gewoon trainen hier. Je hoort piep. 1, 2, hoek, low kick. Maar echt volle poeier. Dus het tikken tussen die piepjes door, soepel, soepel, opladen, lang, 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 lang. Want als je een piepje hoort, 1, 2, hoek, low kick. Dus ben je rechtshandig, doe je links direct, links hoek, rechts low kick. En ben je linkshandig, doe je natuurlijk andersom. Rechts direct, rechts hoek, links low kick. Yes! We hebben nog 40 seconden. Soepel in die ronde. Hard op de piepjes. Yes. We hebben nog een halve minuut. Laatste rondje. Voelen, voelen, poelen. Hoppakee. Ja. Gewoon lekkere flow training vandaag. Dus nou mogen we even pijn leiden. Daar gaat ie. Ready. Op de piepjes. 1, 2, hoek low kick. Met een bel, of geen piep. Maar wel bezig blijven. Thank you.
Mountain climbs! De pintje gaat door, maar als je met z'n tweeën bent, hè? Nog. Ja, planken. Mensen, zo, ik weet niet hoe je mee zit, maar ik het zien, ik heb lekker gezweet, ik hoop jullie ook, hoop jullie het leuk vonden, vond je een leuke video? Wil je meer van dit soort workouts? Abonneer op mijn kanaaltje. En ik krijg elke keer een melding als er een nieuwe workout online staat. Oh, prr, prr, lekker toch? Mats.